Martijn Hinault, Lübeck is ook een streek voor waar de wielrenners thuis zijn, denk ik. Heel wat talent zit. Dus als ik zeg dat jij misschien een van de kanshebbers bent, of jouw team toch zeker, wat heb je daarop te zeggen? Ja, we zijn hier kort bij huis natuurlijk. Lübeck en Nieuwrode, dat ligt niet ver uit elkaar. We staan hier met een goed blok aan de start. We hebben een plaatselijke club en toch wel wat kanshebbers op die titel bij de Elite 3, denk ik. En als het zich voordoet, ja, ik denk dat er ook veel op de tweede, derde rij van ons team wel kunnen meespringen en kans maken op die trui, denk ik. Wat jouw team betreft, fysiek volledig in orde, wat is de tactiek? Ik denk sowieso iemand meeschuiven, altijd zien dat er iemand mee in ontsnapping zit. En ik denk dat we in Stok ook een goede wedstrijd collectief hebben gereden. En dat we wel iets kunnen rechtzetten, moest het zich voordoen, maar liefst anticiperen. Hè. Volgens mij ken je het parcours dan ook uit je hoofd van buiten. Waar zit de ontknoping? Waar zit een adertje onder het gras misschien? Misschien in Sint-Pietersrode is wel een moment om er vandoor te gaan. Ik weet niet hoe dat de wind staat vandaag, maar dat is altijd wel een knikje met wat bochtjes dan nadien. Dat is wel altijd een moment voor attent te zijn. Toekomst dit jaar, wat wordt dit jaar nog gereden? Ik denk dat er nog heel wat moois op programma staat. Hier in de streek ook het Belgisch kampioenschap, Elite 3 in Bekkenvoort, Molenbeek, Wersbeek. Dat is iets voor begin augustus naar uit te kijken. Dan hebben we ook nog een rittenwedstrijd in Wallonië van een dag of vier. Dus ik denk dat er nog wel iets moois staat aan te komen. Oké, alvast succes en we houden je zeker in de gaten. Ja, dankjewel.